Ik vind je ook vet lief. Hè? Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Matthijs en ik zit naast mijn vader die druk bezig is voor een microfoon set voor de Beetlejuice Show. Er is hier druk batterij mee aan het wisselen. En dat vindt hij vervelend om te doen. Nou, op zich niet, dit is een rot systeem. Het is een heel rot systeem en vooral als er iemand in één keer met de camera erop zit te richten. Maar natuurlijk is mijn lieve moedertje ook weer. Ze is al een tijd niet meer in beeld geweest. Ga je me missen? En natuurlijk de, weet u nog de brokjesdief? Jack? Ja. En natuurlijk hebben we nog Mormel. En die heb ik natuurlijk, zit die in de slaapkamer van mijn ouders. Weer op de kant van mijn vader. Waar ze altijd ligt. Ze heeft een aantal plekken waar ze altijd ligt. Of het is in de krappa. Of het is het bed van mijn ouders. Mijn bed. Of onder het bed. Ah, hij doet het. Heel mooi. Echt de liefste kat van de wereld, hè? Ik merk wel dat Mormon en ik steeds hechter en hechter worden, ons band. En dat vind ik zelf alleen maar super fijn, dat ik een sterkere band heb met Mor. Nou, ik heb hier een bodywarmer, die heb ik ooit gekocht op paardenkamp. Vindt ze super leuk om te zien, denk ik. En de microfoon deed het? Ja. Nou, de microfoon doet het, dus dat is compleet. En natuurlijk hebben we ook natuurlijk de... Ja? Deze neem ik. Oké, die neem jij. Nou, even kijken waar die is. Steken we hier. We gaan natuurlijk onderweg in de auto testen. Dat is belangrijk. Ik moet even kijken waar ik hem gelaten heb. Altijd klusje. Ik heb hem gepakt. Ah, hier ligt hij. De Beetlejuice Show 2017. Met veel grappen, gekkigheid en super grappig. In ieder geval, er zit echt een heel leuk lied in. En die lied zal ik binnenkort eventjes online zetten. Dat jullie die kunnen downloaden. Maar alles zit in mijn tas, dus... Ja. Yeah. Ingenomen. Ik moet vroeger even heb je medicijn ingenomen. Dit heb ik natuurlijk netjes ingenomen. Ik heb ook de medicatie in mijn tas gedaan. Mam, ga je niet naar... Nee. Nee? Zeg je? Ja. Let's go. Ja, dat mogen jullie zien. Ik gaf mijn moeder even een kus. Humor? Ja. Ja, jouw kus geven gaat me te veel. Voor een knuffel wel, maar... Maar in ieder geval, ik heb er super veel zin in. Moeten we op de deur wachten. En het duurt zo lang. Het duurt zo lang. 3, 2, 1. En ik ben met die andere deur. En weet je, zelfs liedje. Moet je meestal ook op wachten. En het duurt altijd zo lang. Dat duurt altijd zo lang. Dat duurt altijd zo lang. Echt waar. Niet te geloven hoe lang dat kan duren. Echt. Ja.
Ik heb lege flessen bij me voor je. Ik moet nog lege flessen meenemen. Waarvoor? Ik moest toch zakgeld hebben? Pa is een beetje gek. Pa is een beetje gek. Kijk, al mijn spullen heb ik hier. Mijn blauwe tas, die kennen jullie wel van de meneesje. Die is natuurlijk ook mee, want er zitten mijn laarzen in, mijn keppen. Dat was de auto. De keppen zitten daarin. En dan heb ik nog twee koffers bij. En denken jullie waarom twee koffers? De ene is van Beetlejuice. Dus die kleine koffer zit de pakje van de Beetlejuice, et cetera, et cetera. En dat is de tas met kleding. Wat echt. Als ik op vakantie ga, dat is gewoon niet te geloven. De meesten hebben al één koffer mee en ik heb op gelijk twee of drie koffers mee. Goedemorgen meneer, waar gaan we naartoe? Al een reisje, Waterkamp. Even de meter aan zetten. Dan moet je even de meter aan zetten. Even de meter aan zetten. Hoe duur gaat het geintje kosten? Nou, dat weet ik wel zijn tijd meneer. In ieder geval, wij gaan op Paardenkamp, spreken jullie later op kamp. Nou, ik ben het dus nu op kamp. Maar ze hebben iets fucking schattigs hier. Echt, en zoiets zie je niet snel. Maar ze hebben hier tamme walibi's. Ze hebben hier ook schuwe walibi's, maar ook hele tamme walibi's. En hier zie je moeder en kind. Kijk. Dit is moeder. Maar nu heeft jong zich verstopt. Maar hierin zie je het pootje van de jong zitten. Een super tamme walibi. En ik hoop, ik ben nu echt bezig dat we jong misschien te zien kunnen krijgen. Maar jong is niet te zien. Dus ik hoop deze week nog jong te kunnen zien. Maar ze hebben hier ook echt een walibi. Die is hier opgegroeid. Zijn moeder was overleden. Een tijdje geleden. Die is toen als baby hier gekomen. Die heb ik ook gezien als baby. Die is nu alweer een paar jaar oud. Maar die is ook super, super lief en tam. En ik zie hem daar een hoekje zitten. Als dat hem is. Ja, hier zit hij. Hey Jochie, kijk. Super cute is het. Super cute. Zeker kind. Ja hoor. Ook super cute, echt een heel jonkie. Hey, krijg nu een kusje van jou. Hey. Die is echt zo nog. Je merkt dat hij nog heel schuw is, maar. Voor een jonkie ook wel vrij tam is dat hij hier blijft zitten. En volgens mij heb ik het vermoeden dat. Volgens mij heb ik een klein vermoeden dat hij ook van jou is. Die jonkie. Maar echt vet cute. Die kleintje zit helemaal te kijken van wat is dit. Hé, hey. Oh god. Dit zie je toch ook niet heel vaak. Dit is ook nog vet een jonkie. Heel nieuwsgierig. We gaan kijken of we wat kunnen geven aan hem. Maar ik heb echt het vermoeden dat dit de kleine is van deze walibi. Gewoon echt het vermoeden van. Want die blijft de hele tijd in de buurt zitten. Maar ook echt gewoon tam. En ik heb gewoon. En meestal is natuurlijk het karakter bij een walibi. Als een walibi schuw is, is de jongen waarschijnlijk. Is de jonkie ook schuw. Maar als de moeder tam is, dan is automatisch die walibi, wat ik weet, wordt dan ook tam.
omdat de jongen met karakter meegaat. Dus dat is wel echt iets heel bijzonders. Maar het zijn ook echt unieke dieren om te zien. He? Als we geluk hebben, krijg ik even mijn pet af. Nou, gelijk mijn hele haar doet warm, maar goed. Hey. Voorheen kreeg ik echt... Kijk, dat zijn weer schuwen. Ja. Ik vind je ook vet lief. Hè? Ik vind je ook lief. Nee, hier. Dat zijn dus schuwe walibies. Oh, waar ik het net over had, over de jonken, is nu te zien. Hier. Check. Hier. Hier had ik het over. Kijk. Moeder en jong. Vet schattig. En ik vond gewoon dat ik dit in mijn vlog moest laten zien. Omdat het gewoon vet schattig is. Dat dit eigenlijk niet zoveel voorkomt. Maar in ieder geval, we gaan vanavond een spel doen hier. Dus ik weet niet precies wat. En natuurlijk ben ik hier op paardenkamp, dus jullie zien nog een paar beelden van paarden. Maar ik ga verder, ik spreek jullie later. Goedemorgen, dit is bijna de laatste dag. Ik heb niet echt veel tijd gehad om te vloggen. Maar er is gisteren wel wat gebeurd wat ik jullie laat zien. Gisteren is hier mijn haar gedaan en dit is het resultaat. Ik ben nu dus Gabbertje. In ieder geval steeds als ik hier voorbij loop, daar is Gabbertje, onze Gabbertje. En, maar gelukkig, ik ben niet de enige die kaal is. Ik heb zelf ook iemand kaal geschoren. En hoe denk je dat dat ging met een scheerapparaat? Nee, het ging allemaal met een scheermes. Is op mijn haar niet laten scheermes doen? Dus ja, nu ben ik een Gabbertje. Maar goed, het is alweer de laatste dag ook vandaag. En ik moet me ook voorbereiden voor de Beetlejuice show voor vanavond. Want het is altijd nog even de laatste repetitie, de laatste oefeningen. Net als theater is het ook natuurlijk met als ik mijn eigen show opvoer. Dus het gaat super spannend worden. Ik ga eerst heerlijk ontbijten. Want normaal ontbijt ik nooit. Dus ik ga heerlijk lunchen nu. Na het lunchje lekker rijden. Na het rijden moet ik waarschijnlijk nog even 2 keer meelopen. Dan douchen. Dan lunchen. En dan druk oefenen aan de Beetlejuice show. Spreek jullie later. Nou, dit is nu de laatste avond van kamp. En ik ga kijken of ik morgen nog even wat paarden kan filmen. Want ja, ik heb nu wel vlogs gemaakt. En jullie hebben walibies gezien. Jullie hebben mijn kamer gezien. En... Maar natuurlijk, op kamp is mijn nieuwe collega er ook. Hallo allemaal. En hoe was kamp met mij? Ja, superleuk. Ja, en wat vond je het leukste van deze week? Alles, hè. Maar als je 1 ding moet noemen? Op een paard zitten met een snorkel. Met een snorkel. Daar zal ik even een foto van neerzetten. En wat vond je niet leuk op kamp? Ja, wat denk je? Zeg maar. Dat zeg je de naam? Naam niet. Nee. Want ik weet niet of diegene kijkt namelijk, dus... Nee, doen we niet. Zeg nee. Maar. Ja, niks. Maar ik wil altijd wel leuk gehad. Nou, je hebt het wel leuk gehad. Ja. Dat is 1 ding wat hij niet zo leuk vond. En, maar we willen gewoon de naam niet bekendmaken. Want het kan lucht overkomen voor diegene. Maar op wie heb jij gereden eigenlijk deze week? Op wie? Weet je nou? Ik weet het zelf ook niet. Ik ook niet meer. Ik weet alleen mijn paard Rollo. En ik ga morgen kijken, want ik wil namelijk... We hebben ergens in oktober, november weer een wedstrijd. Wat doe jij mee, Niels? Waar is het wedstrijd? In
Bussum. Weet ik niet. Nou, Niels weet het nog niet. Maar ik heb wel een... ja, en dan moet ik nog even vragen aan de eigenaar. Ik wil deze wedstrijd graag op Rollo rijden. En waarom ik op Rollo wil rijden? Ik vond het een heel fijn paard. En ik moest maar aan een paard denken die ik gewoon super fijn vond. Dus ik ga even kijken of ik in ieder geval voor jullie Rollo morgen nog kan filmen. En dan zie je ook Rollo. In ieder geval, wij gaan nu, nog even, wij gaan nu lekker slapen. Want we hebben echt een super leuke dag gehad. Ik zal in ieder geval nog wat foto's op een rijtje zetten. Dan zien jullie ongeveer wat er is. De Beetlejuice Show komt ook online te staan. Dus zien jullie ook hoe dat is gegaan. Wat ik super spannend vond, omdat het liedje best lastig was. Maar het is me gelukt en ging super. Wat vond je van het liedje, Niels? Leuk. Wil je dit liedje hebben? Dat kan wel, hè? Dat kan wel. Als jullie het liedje ook willen hebben, stuur dan een mailtje naar mijn... een mailadres wat onderin staat. En dan zorg ik dat het liedje bij jullie binnenkomt. Dus ik hoop dat jullie hem willen. En dat zou ik super tof vinden. Maar goed, Niels. Wil je nog wat tegen mijn kijkers zeggen? Nee. Wat moeten ze doen? Huh? Wat moeten ze doen? Gewoon lekker doorkijken. Dus abonnee worden. Hm? Dus ze moeten abonnee worden. Ja, vind ik ook. Duimpjes omhoog of duimpjes omlaag? Duimpje omhoog. Sowieso. En ik zie jullie morgen nog. Later. Dus dit was dan Paardenkamp 2017. En natuurlijk hebben jullie wel foto's gezien van mijn paard Rollo. Maar hier zie je Rollo. Rollo. Jochie. Ik zeg heel eerlijk, ik heb deze paard heerlijk gereden. En ik ga kijken of en proberen om hem met een wedstrijd mee te laten doen. Ik denk dat het gaat lukken, maar we kunnen het altijd proberen. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog... Zullen we hem samen afsluiten? Beetje raar, maar goed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Duimpje omhoog, niet duimpje naar beneden. Word abonnee op Matthijs Ruitenbeek. Stuur me een mailadres. En voeg mij toe op Facebook. vlog-laat-matthijs. Natuurlijk Instagram. Matthijs Ruitenbeek. En daarom zit ik naar elke vlog. Laters. Wil je nog wat zeggen? Laters.